engineering hoek heeft ook die insight genomen. En bij Digital Investigation is hij incident responder en pentest. Dus ik wilde jullie graag vragen. €128 hier beneden neerleg, €150 per stuk kosten,
Ik wil wel graag vingers die je niet zou meenemen. Volgens mij neemt iedereen in de maat dat zo'n dingetje ontdacht. Ik hoop niet zomaar. Dus ik wil graag zeggen dat iemand die gewoon meeneemt en in zijn kunsten stopt. En daarom zijn deze aanpassingen die nog steeds vandaag de dag van, ja, steeds nog goed uit te voeren. Nou, wat gebeurt er nou als wij als incident afgaan? We gaan eigenlijk zes parallele projecten van start. We gaan het eerst analyseren wat er gebeurt. Wat er is gebeurd. We gaan gewoon praten over, ja, wat is er gebeurd. Wie kan het zijn? Wat zijn de motieven? Dat er een hek heeft plaatsgevonden. En zo kunnen we soms gewoon vaststellen van, ja, is misschien iemand intern geweest die het heeft moeten doen. Is er iets wat misgegaan? Of zijn er signalen van buitenaf dat er gehackt is? En dat er serieus gehackt is? Soms hebben we echt incidenten meegemaakt dat we aankwamen en bleek van een admin die iets had gedaan van andere admin. En ja, dat gaf allemaal naar belletjes, maar bleek daar helemaal niks te zijn. Het bleek gewoon intern een dingetje te zijn. Er zijn nog geen geld weg, maar goed, wij werden gebeld van rode alarm. Jullie moeten nu langskomen, maar dan blijkt dat er helemaal niets voor staat. Nou, daarnaast hebben we een mobiele shop op. Dus we gaan in een eigen kamertje zitten. We gaan daar zetten wij onze eigen computers neer, onze eigen onderzoeksmachines. En dan gaan wij in het netwerk brengen. We zetten onze eigen monitoring service in. Want we willen gewoon zien wat er gebeurt met het netwerk. En we willen gaan kijken, zeg maar, is die aanval nog aanwezig? Is die aanval nog dingen aan het doen? En ja, zo, ja, wat is die dan aan het doen? Nou, daarom willen wij natuurlijk ook graag analyseren wat is gebeurd. Dus met loganalyses kunnen we grote hoeveelheden loginformatie kunnen we parsen, kunnen we eruit halen van wat er is gebeurd. Als we die PLS weten, dan kunnen we die daar makkelijk filteren. Dan weten we dat ze bijvoorbeeld via een exchange service zijn binnengekomen. Dan kunnen we daar specifiek onderzoeken wat er is gebeurd en wat daar voor rare dingetjes uitkomen. Vaak zie je, ja, normaal gesproken zie je een piek aan aanvragen gebeuren. Nou, dat doen we in een loganalyse. Daarnaast hebben we hostpensies. Zodra wij in kaart hebben wat de point of entry is geweest, dan gaan we kijken welke systemen nou eigenlijk als eerste getouched zijn. Dus welke pc's, welke computers, welke servers zijn eigenlijk benaderd door die aanvallen. En die gaan allemaal vrij. We willen dan graag een forensische kopie van die server hebben. En die gaan we dan later onderzoeken. Als we een stukje malware tegenkomen, dan gaan we die ook optimaliseren, gaan we onderzoeken. Soms zijn het hele stukje makkelijke stukjes malware, eenvoudig te onderzoeken. Maar soms lopen we ook tegen wat lastigere malware aan. En we hebben ook experts voor die daar heel erg goed in zijn om dat te kunnen analyseren. Die malware-analyse wat eruit komt, dat stoppen we in de loganalyse. Te kijken of we diezelfde dingen weer terugvinden. Daarnaast communicatie. Dus als je met persoonsgegevens werkt, dan moet je daar ook een melding van maken. Als persoonsgegevens zijn meegenomen, dan moet je naar buiten treden. Ja, dan moet je een goed moment voor kiezen. Soms staat er echt een poker ook binnen het bedrijf van lekker de informatie. Dan moet je gewoon op een bepaald moment, ga je zelf erbij treden of wachten op iemand het toevallig lekt. Daarover moet je communiceren, dat we op het juiste moment doen. En daar kunnen wij advies over geven. Als wij dan bijvoorbeeld echt zo'n barroom opzetten, dan zie ik niet zo helemaal uit, maar we hebben veel schermen, kleine opinies. Na een paar dagen kan ik niet vertellen. 14, 15 uur per dag werken of zelfs 24 uur lang doorwerken en dan wel shifts. Dat is redelijk normaal. Dat ziet er zo uit. En zoals ik de hele dag, zoals Jörg ook eigenlijk vertelde, de hele dag wel 18 minuten een beetje van analyseren wat er aan de hand is. Soms heb je, zeg maar, als we daar dus netwerk in kaart hebben gebracht, en dan wil je gaan analyseren van, ja, wat is er nou gebeurd, wat speelt zich in plaats van het netwerk. En soms heb je de data's in het vizier. En zie je wat ze aan het doen zijn. En afhankelijk van de vraag van de klant, willen ze soms ook weten wie de daders zijn. Vaak interesseert het gewoon niet wie de daders zijn, maar willen ze gewoon weten wat is er weg, wat
soms hebben we een case meegemaakt dat, ja, dat we naar de analyse eigenlijk meteen door hebben wat er gebeurd is. Of de klant eigenlijk weet wie erachter zou kunnen zitten. Nou, in dat soort gevallen gaan wij honeypot opzetten, gaan we documenten maken die speciaal geprepareerd zijn met als de aanvaller die naar binnen haalt en erop klikt, dat hij zijn IP-adres weggeeft. Hij denkt van ja, na de succesrin die gebruikt de VPN of Google, die openen dat niet zo, maar we hebben veel cases gehad dat het gewoon succesvol is, dat ze gewoon klikken, dat ze hun eigen thuis IP gewoon zichtbaar wordt. En eigenlijk het case overgedragen aan de politie ook en dan blijft gewoon dat klopt wat we onderzocht hebben. Ja, dat doet wel vaak heel goed. Dan maakt het werk ook echt zo leuk als ze dit soort dingen mogen doen. Nou, ik ga nu zo een case vertellen. dit is zeg maar een beetje hoe het gemiddelde netwerk er ook uitziet van klanten. Drijven. Je hebt een VPN-server, je hebt een domein, je hebt soms meerdere domeinen, je hebt duidelijke terminals, ja, in ieder geval je hebt de standaard servers die aan de rand zitten, de exchange servers, de web servers die van gebruiker benaderbaar zijn, nou, een VPN-server vaak om remote in te loggen. Zo ziet het een beetje uit. En zo'n netwerk die wordt gewoon aangevallen en die gaat, als mensen zeg maar de hackers aanvallen, hun overheid op hebben gericht, dan gaan ze kijken natuurlijk, ja, wat is er van buitenaf al benaderbaar en wat kunnen wij daarmee, wat kunnen wij al gewoon met, bijvoorbeeld met de eerste aanvallen die ik had genoemd, network vulnerabilities of exploits die kunnen uitgevoerd kunnen worden, welke zijn al vindbaar gewoon van buitenaf. Nou, als je gaat kijken in de log, dan zie je dat is het beginnen met SQL-injectie. Dus ga je gewoon aan proberen allemaal dingen in te voeren in formulieren. Kijken dat ze verder kunnen komen in de database. Of vaak in SQL, of als het slecht geconfigureerd is, kun je commando's uitvoeren vanuit de database. Nou, en als dat kan, dan kun je gelijk al leuke dingen uitvoeren. Op een gegeven moment zie je. Als de SQL niet lukt, dan gaan ze gewoon standaard tools gebruiken die op internet beschikbaar zijn. Eigenlijk gewoon tools die Acumatics, een redelijk bekende tool om websites mee te scannen. Die wordt gebruikt op gegeven dat daar standaard kwetsbaarheden in de website geregeld zijn. dat lukt dan net niet, dat wordt niks gedetecteerd. Maar je ziet wel dat er een bepaalde IP-patronen terugkomen. Je ziet op verschillende tijden dat er in wordt gekoppeld, dat er wordt aanvragen worden gedaan op de webserver. En dan zie je telkens op meerdere dagen zie je het terugkomen. Op een gegeven moment zie je nog een analyse zeg maar, dat er een CV-module in zit. En die CV-module is, daar kun je bestanden natuurlijk mee uploaden. Heel veel websites hebben tegenwoordig dat je die CV kan uploaden, dat is lekker makkelijk, lekker snel. Maar dan moet je natuurlijk wel goed hebben geprogrammeerd, want als je niet goed geprogrammeerd hebt, als je andere bestanden uploaden dan dat die webserver verwacht. Een webserver verwacht in ieder geval een CV upload module verwacht natuurlijk een Word bestand of misschien een PDF bestand. Maar anders dan dat zou niet geaccepteerd mogen worden. Maar goed, ik dacht, ik ga toch eens kijken wat is een TXT bestandje upload. Als ik een TXT-bestandje upload en die daarna opvraag, ja, dan kan ik die dan opvragen. Dat lukt wel. Het schijnt dat een ASP-bestandje upload, dat nog steeds werkt. Dat werkt ook nog wel. En dan krijg ik een ASP-bestandje kunnen uploaden. Dat gaat ook nog goed. Dat is andere bestanden dan Word en PDF die konden geüpload worden. Ik kon ook uitvinden waar je dat bestand weer terug kunt opvragen. Dat maakt jouw hele domein eigenlijk kwetsbaar. Want als de aanval in staat om uiteindelijk een shell te plaatsen. Een shell, daarmee kun je de website helemaal controleren. Dan kun je alles weten wat je wilt. Je kan helemaal overnemen. En als dat niet goed geconfigureerd is, en met de juiste
zie je dat op een gegeven moment ook een ex wordt geüpload. En dat is één kat. En met één kat kan je eigenlijk gewoon een reverse shell opstarten. Dat is gewoon een programma waar je netwerk, de portknops en de zaken op toe communiceren. Dan kun je commando's uitvoeren, terwijl je wat je wilt, die server, dat je een command shell hebt geopend. Of een terminal hebt geopend op jouw PC. Daarna kun je gewoon uitvoeren wat je wilt. Ik ga natuurlijk kijken, ja, wie ben ik eigenlijk op zo'n server, wat kan ik daarmee? Vaak is het wel goed ingeperkt, mag je alleen maar dingen uitvoeren met de laatste rechten. Maar goed, als je server niet gepatcht is en privilege escalation is mogelijk, dan kun je ook tools uploaden en dan kun je dan voor jezelf administrator maken van die server. Nou, als je local administrator bent, dan kun je natuurlijk ook veel meer dan dat je een normale gebruikersaccount hebt. Nou, dat was hier ook het geval. Vervolgens ging je allerlei tools downloaden van het internet. Zoals ik zo laten zien ook. En die kopieerde je ook overal naartoe. Kreeg wie die was. Hij ging kijken met andere tools. Hoe je verder kon komen in het netwerk, welke PC's, welke systemen die je meer kon vinden. Dat is zeg maar als je eerste stap binnen bent, dan ga je kijken waar kan ik meer vinden in het netwerk. Wat zijn nou echt de kroonjuwelen waar moet je heen? Het ligt aan het motief natuurlijk van de hacker. In deze case was het één doel, dat waren namelijk de wachtwoorden. Als je wachtwoorden hebt van een groot domein, dan kun je natuurlijk dus wachten totdat je de volgende keer weer terugkomt. Dat kan over een jaar zijn, kan over 2 jaar zijn. Maar mensen veranderen wachtwoorden vaak met welke 1, 2, 3, naar welke 1, 2, 3, 4, naar welke uitroepteken. Dus goed, als je eenmaal die wachtwoorden hebt, dan is het van wachten weer tot de juiste mensen daar weer aan. En zodat je weer terug op het netwerk zou kunnen komen. Als je er nog wel niet zit, hè? Dat is soms ooit het geval. Hoe ziet zo'n backdoor, zo'n shell nou uit die ze uploaden? De kortste die we hebben gezien is even China Chopper. Het is 72 bytes lang. Het is echt gewoon een stuk code van niks. Het valt ook niet eens op. Er staan ook geen hele rare dingen in. Het is gewoon een stukje script. Dit is eigenlijk hier wordt uitgevoerd. Unsafe parameter is gezet. Nou goed, hij kon zelf de bestand uploaden. Unsafe parameter zorgt ervoor dat je buiten je webserver commando's kunt uitvoeren. Nou goed, alles wordt in een van de mooie GUI wordt aan de aanvaller gepresenteerd. Die heeft gewoon de login op zijn GUI. Die zegt, laat mij maar de hele schijf zien wat erop staat. En je ziet hier dan gewoon netjes met een zo'n Windows 3, ziet hij dat helemaal netjes in zijn scherm terug. En van alles kan je ermee doen. Hij kan selecteren, upload de bestand nu direct, download de bestand nu direct, zonder dat er rare commandos op uitvoeren. Want die commandos zitten allemaal ingepakt in het programma. Het is echt super klein en het wordt op meerdere plekken wordt geïnstalleerd. Dus bijvoorbeeld een Error ASPX. Ja goed, het valt niet zo veel op. Het is natuurlijk, als je er naar kijkt in de log, dan zie je gewoon een errorpagina aangeroepen worden. Nou, dat valt niet direct op. Als je dat een van andere namen natuurlijk, dan is dat soms opvallender dan dit. Hier valt het wel in. Bij ons speelt heel veel op, omdat de errorpagina's zo vaak zijn aangeroepen. En ook de tijden van de requests die waren zo lang, 3 minuten lang, 4 minuten lang. Dat het wel heel erg opviel en dat we dachten, dit kan niet helemaal kloppen. Andere shells die we geïnstalleerd zijn, iets langer, maar ook hetzelfde principe. Wordt gekeken of dat de Windows aanwezig is op het systeem. Is dat niet aanwezig, dan voeren we een bash shell uit. Anders een command shell of Windows bijvoorbeeld. En het enige wat je doet is, je kan gewoon via een get request aangeven welke commando je wil uitvoeren. En die voert je vervolgens uit,
de aanvallers, die hadden op meerdere manieren toegang gekregen via een server die aan de wand zat van het netwerk. En de VPN-server ook, die was kwetsbaar. Was niet geüpdate, niet gepatcht op het laatste patchniveau. En daarmee konden ze binnenkomen. Ja, wat je ziet, is dat ze mobiel zijn. Beginnen ze met scannen, beginnen ze met scannen naar andere systemen. Gaan ze kijken welke systemen interessant zijn. Uiteindelijk naar de domeincontroller, te komen. Wat daar is gebeurd is, telkens een patch die klopte of die aanwezig was, een conflict escalation uitgevoerd worden. Dus van een normale systeemgebruiker kon ze loop op moeten worden. Van daaruit konden ze de Mimikatz draaien. Mimikatz is een toeltje om credentials die bijvoorbeeld voor alle gebruikers die op dat moment zijn ingelogd, kan die de wachtwoorden dumpen. Dus uit het geheugen kunt je de tweerdaagse wachtwoord. Dus op dat moment een administrator is ingelogd, geeft de administrator zijn credentials weg. Die worden uitgeheugen en die worden uitgelezen. Ze zien dat soms zijn bepaalde accounts aanwezig die services uitvoeren op zo'n machine. En die service accounts zijn ook weer gekoppeld aan domain controllers en andere servers. Als je die accounts kan stellen, die server accounts nog één keer in de software in. En die voeren een service uit. En daarna wordt zijn wachtwoord ook daarop uitgegeven en wordt gedumpt. En uiteindelijk is het gewoon stapje voor stapje kom je hoger en hoger, tot je uiteindelijk bij de domeincontrole komt. Als je bij de domeincontrole komt, dan heb je daar komen ze in ieder geval voor binnen. En dus van alle wachtwoorden en alle gebruikers aan. De wachtwoorden zijn nog wel geherst, maar met een beetje goed voorstel van tegenwoordig, kun je heel snel kraken. Wat vind je van die hackers die zien natuurlijk binnen dat domein zit er nog een domein. Nou, dat is natuurlijk interessant, want als je eenmaal een domein hebt, dan wil je natuurlijk naar het volgende domein, want je wil gewoon het volledige domein, al domeinen die daarmee geassocieerd zijn, wil je hebben en die wil je openen. Dus vanuit domein 1 wordt domein 2 benaderd. Hetzelfde proces, hetzelfde motor op de wand die gaat weer aan de gang. Ze gaan weer scannen, eerst op systemen, gewoon eerst wordt er met credentials geprobeerd die vaak gebruikt worden, administrator, guest, admin. Dat zijn de makkelijke wachtwoorden die erbij horen. Dat werkt niet. Uiteindelijk worden de accounts geprobeerd die uit domein 1 gebruikt zijn. Of gecheckt dat die in domein 2 werken. Veel mensen hebben natuurlijk zelf de wachtwoorden in verschillende. Of zouden natuurlijk, in principe, als je in het middel domein zit, zou je ook verschillende wachtwoorden hebben voor elk domein. Maar dat gebeurt natuurlijk niet altijd. En dat kon ook plaatsvinden. Hier werd hetzelfde wat in gebruiker dat in domein 1 had hetzelfde wachtwoord in domein 2. Daar waren ze binnen. Domein 2. En vanuit daaruit gingen dezelfde stappen weer genomen. Werden weer de juiste servers benaderd om bij de domeincontroller te komen en uiteindelijk bij de domeincontroller alle wachtwoorden te doen. Uiteindelijk liepen ze bij domein tegen de WAN. Ik had net even de security net ook anders afgesteld dan andere domeinen. De login pogingen die gedaan werden, de brute force pogingen die gedaan werden, die waren zo strak ingesteld dat de accounts gelokt werden van die gebruikers. Ze hadden dus al eerdere informatie, hadden ze dus de domeingebruikers wel kunnen verkrijgen al, die hier zitten, maar ze probeerden daarna in te loggen op dat domein om te kijken van kunnen we daar ook alle domeingebruikers en wachtwoorden houden. Dat lukt niet, omdat het daar zo strak is ingesteld dat de lock-out geplaatst werd. Die lock-out zorgde ervoor dat niemand meer kon inloggen en dat de administrators zelf die accounts moesten unlocken. Toen zagen ze dat er zoveel accounts waren die gelokt waren, toen wisten ze dat er iets helemaal mis was. Toen ze waren ingeschakeld. En toen hebben wij onderzocht wat er nou plaatsgevonden. Maar dan zijn ze al uiteindelijk redelijk ver gekomen. En dan zijn ze al wel binnen.
nadenken. Ja, hoe werkt het nou? Hoe zit het dan in elkaar? Ja, goed, dat kost tijd. En die tijd, soms zit de aanval zit binnen. Je wil zo snel mogelijk werken. Dus dat is soms heel lastig. Dit is een beetje zo hoe de aanval in zijn werk ging. Wat wij soms, als resultaat hieruit was, meerdere plekken zijn ze binnengekomen, en meerdere plekken hebben ze toegang gecreëerd. Dus soms denk je, als ik die VPN-server in eerste instantie in gedachten heb van oké, dat is de point of entry geweest. En je denkt, dat ga ik oplossen. Dus die ga ik patchen, die ga ik uitzetten, die ga ik, wat ga ik dan weer gaan doen. Dit is toch nog op andere plekken in je organisatie waar ze vanaf buitenaf gewoon toegang hebben. Dus soms denk je dat je klaar bent, dat je het hebt afgekikt, maar dan blijkt ze toch nog via andere wegen binnen te zijn. En dat, dan moet je heel goed monitoren, moet je heel goed alles in kaart hebben wat er nou in het netwerk afspeelt en wat nou fout gaat en wat goed is. We hebben ook meegemaakt, het is niet deze case geweest, maar dat het resultaat echt positief was. De aanvallers die hadden echt iets echt voor ogen om dingen kapot te maken. Dus die hadden niet zozeer willen gegevens stelen, maar die wilden gewoon het netwerk kapot maken. Als het netwerk kapot is, er waren echt meer dan duizenden pc's, werkstations, die helemaal volledig gebruikt waren. En die gewoon niet meer aan de kaart konden, die niet meer aankonden en die gewoon niet meer werkten. Dus toen moet je gewoon helemaal opnieuw gaan beginnen met het opbouwen van je netwerk. En dat resulteerde eigenlijk gewoon in een volledige company shutdown voor dat bedrijf, voor meerdere weken. Wat nu eigenlijk in zo'n geval echt aangehaald bent, in één geval, in het ergste geval, moet je bedrijf even sluiten voor een tijdje. Maar goed, dan is het echt ver. Dan zijn ze echt ver binnengekomen, dan is echt veel kapot gemaakt. Maar goed, als je gehackt bent, zorg voor recovery teams. Zorg voor dat er teams zijn die, als wij het systeem hebben gedetecteerd, die gehackt zijn, dat je hier zo snel mogelijk weer kan schoonmaken. Dat je hier opnieuw erin kan zetten. Haal mensen experts natuurlijk binnen. Die onderzoek kunnen doen naar wat is gebeurd, hoe heeft het plaatsgevonden. En wat ook vaak helpt is, wij zijn ook een CERT, dus wij kunnen communiceren met andere CERTs, maar wij hebben niet overal de juiste contacten, dus als je ergens in een ander land een hek plaatsvindt, dan kun je beter lokale CERTs uitschakelen. Die kunnen je vaak beter helpen, kunnen vaak beter de juiste autoriteit inschakelen. Goed. Als je hostgres iets gaat doen, dan willen we die pc's gaan onderzoeken die gehackt zijn. Dan gaan we een supertuin aanbouwen. Een supertuin is eigenlijk een verzameling van alle bots die op een pc aanwezig zijn. Dan gaan we echt de stand persen en allemaal op tijd sorteren. En als we als we dat eenmaal hebben, dan zie je soms heel duidelijk patronen hoe de hacker heeft gewerkt. Hoe zijn mooiste autonomie is geweest. Dan zie je gewoon hoe die te werk heeft gegaan, wanneer die te werk gaat. En zo kun je dus zien wat hij gedaan heeft. Die informatie houden we ook uit unallocated clusters, deleted files en registers. Die hebben vaak een hele belangrijke informatie voor ons. Wat we bij deze zaak hebben meegemaakt is dat ze niet erg, ze waren niet echt van het verwijderen van hun data of het echt onzichtbaar maken dat ze op het netwerk aanwezig waren geweest. Ze installeren gewoon tools, af en toe deleten ze wel eens wat. Maar de sporen waren duidelijk aanwezig en we konden vaak van alles terughalen uit de clusters, uit de deleted files. En ze waren heel goed van plan om dingen te verbergen of er moeite voor te doen om dingen te verbergen. Dat maakt het ons wat weer zacht makkelijker, want als je, en zoals Jorg zei, zo'n scherp gebruikt, dan zijn we nog wel even langer bezig. Maar gelukkig was dat hier niet het geval. Nou, zoals ik net vertelde, zie je duidelijk, zagen wij op een gegeven moment WCE binnengehaald worden.
PC heeft ook een Windows Credential Manager. Nou, dat stelt je ook in staat om de credentials te dumpen van het systeem. En daarnaast werd Mimikas gebruikt om ook live te dumpen en ook de SAN database te dumpen. En daarmee hadden ze gewoon alle wachtwoorden iets nodig hadden om naar de domeincontrole te komen en om alle domein users en wachtwoorden binnen te halen. Eigenlijk heb ik het net al verteld in de toegang hoe ze terug. Ze beginnen laag, want dat is een stapje hoger, totdat ze uiteindelijk bij de domeincontroller komen. Soms kom je een stukje malware tegen, dan gaan we analyseren. Dan gaan we kijken, wat gebeurt er nou? Vooral van die destructieve, waar ze echt kwaad willen en dingen kapot wilden maken. Dan kwam een stukje malware tegen die trotte eerst een pakketje. Daarin zat een reporter, heet dat zo. Die reporter infecteerde alle andere systemen. Met zijn malware die hij hield erbij, wat er in welke systemen geïnfecteerd waren. En vervolgens, die reporter kon ook een wiper uitvoeren. En die wiper die maakte echt de harde schijf kapot. Zo is een massa-infectie kon plaatsvinden via die reporter. Die werd gewoon uitgevoerd, wat IP-adressen werden op toegevoegd. Die werden daarna geïnfecteerd. En daarna weer alle systemen die werden bijgehouden die geïnfecteerd was. En daar konden andere commando's uit worden gevoerd. Nou, als je kan kijken wat we nog terug konden halen, zag je echt dat duidelijk wiper commando's werden uitgevoerd. En dat die het falen systeem kapot werd gemaakt door het ding te verwijderen, dus Max is de tweede web verwijderd, Max de Goed Rekker werd verwijderd, NFT-model werd verwijderd, als jouw NVFS partitie niet meer leesbaar is, dan kan je heel weinig, kun je ook heel weinig naar de koffer als het echt weg is. En dat maakt het lastig om dan een spooronderzoek te doen. Wat valt er vandaag nog op aan zo'n aanval, de grote hacks? Wat zie je nou? In deze case hadden we te maken met meerdere teams ook die een aanval hadden uitgevoerd. Dus je zag meerdere locaties waar de entry points en daar kwamen ze ook naar binnen. En daar komt er ook een aanval vanuit. Maar je ziet gewoon dat als je met vanuit verschillende hoeken opereert, dus het gaat enorm snel door je domein heen. Binnen 2-3 dagen zeg maar, hebben ze te pakken wat ze te pakken hebben. En als daar niet voldoende detectie op is, dan kunnen ze ongestoord in gang gaan. En voordat het dan opvalt, dat moet ze ergens tegen de lamp aanlopen, zoals in dit geval in de derde domein, waar de lockout iets beter is afgesteld. Dan pas gaan we wel in de link, maar dan kan wel veel te laat zijn. Misschien wel de tweede domein helemaal compleet gehackt zijn. Ze hadden ook custom tools, die Windows Credential Editor, daar zijn natuurlijk allemaal signatures voor te vinden. Maar goed, die waren al net even aangepast, gezorgd voor dat die niet makkelijk gedetecteerd konden worden. Op een gegeven moment hadden ze zelf de firewall uitgezet en de antivirus uitgezet, zodat ze gewoon aan in toeltjes konden runnen. De multistage, zoals ik zeg, credentials eerst, naar het motief van dat zijn om later dingen weer terug te komen en dan echte dingen te stelen, de kroonjuwelen van zo'n bedrijf. Dat motief is altijd gissen, maar je gaat het zomaar weer om alleen maar de credentials te stelen natuurlijk wel voor als er een grote motief achter zit. Wat is vaak niet goed zichtbaar? Dat is gewoon, we zien vaak dat als ze helemaal wit zijn, dan willen ze hun tools installeren, dan willen ze hun toeltjes runnen. Dus die worden opgehaald van het internet ergens, die worden daarna uitgevoerd. Je ziet daarna dat ze, vaak komen ze op in om op een lage privilege. Dus ze zijn gebruikers die niet zo heel veel kan. En dan moeten ze exploits gebruik maken. Om hoger te komen in zo'n systeem, dan
dat lukt meestal. Nou, als ze eenmaal zijn waar ze willen zijn, ja, dan moet je exporteren, dus je moet de data niet pakken, dan moet je weer naar buiten gaan. Nou, dat is soms opvallend. Het kan soms, als het echt een grote hoeveelheid data gaat, dan valt het op van de los. Dan zie je dat er opeens heel veel verkeer uit zo'n mailserver of een webserver gaat, dat je niet zou verwachten, maar wat niet normaal is. Bij gebruikers normaal gebruik maken van zo'n dienst. Ja, vaak zie je toch ook dat er te laat of ja, ze weten nog niet dat ze gehackt zijn, dat het gewoon veel later was. Dat tijdens zo'n hack, je kan het detecteren natuurlijk, want ze detecteren te lang duurt, dat het pas zichtbaar wordt dat iemand gehackt is. Meerdere vendors, zoals ik net al aangegeven, meerdere aangegeven in het plaatje, VPN, Exchange Server, Web Server, zijn meerdere manieren waarop je binnen kan komen en waar je ook toegang kan blijven houden. En die twee plaatjes zijn, maar dan juist ben je nog meer, moet je nog verder zoeken en moet je echt nagaan met alles gehad wat het zou kunnen zijn en echt gerelateerd. Die hebben we, detectie,
maar misschien ook niet. En dan accepteren we het, maar we weten dat dat normaal is. En voor die spons, ja, die schakelen we in harde afspraken voor. En zorg dat je daarvoor tijdig weet wie je daarvoor in schakelt. Dan hebben we ook een stelling, die heb ik nog even snel tussendoor opgesteld. Mijn stelling is vandaag eigenlijk, moeten wij de drempel voor ontwikkelaars overleggen en de security overlaten aan echte experts? Vandaag de dag, die kan een programmeur zijn, maar dat zegt nog niet altijd dat je ook weet hoe security in elkaar zit, hoe security werkt. Er wordt naar mijn mening te weinig aandacht aan besteed. Ze worden heel erg gericht op functionaliteit bouwen. Hoe maak je nou iets zo snel mogelijk mooi en prachtig? Maar we niet doen aandacht besteed aan hoe security nou echt willen implementeren. En mijn vraag zou dan, moeten we dat aan hen overlaten? Of moeten we hun lekker functionaliteit laten bouwen? En moeten we in de onderste laag, de echte experts, moeten we dat zo bouwen voor de ontwikkelaars dat zij geen zorgen doen?